Loonsverhoging is geen 17, maar volgens afspraak 25%. Hoger beroep tegen Boutersen nog steeds niet gepland. En ziekenhuistarieven met 34% omhoog. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 7 april 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De Centrale Landsdienarenorganisatie, kortweg de CLO, is nooit aanwezig geweest bij onderhandelingen met de overheid over loonsverhogingen. Dat zegt vakbondsleider Ronald Hooghart. Hij maakt zich boos over berichten in de media die het tegengestelde verklaren. Vanwege de scheuring in de CLO zijn er nu twee besturen. De aanwezigheid van het concurrerende bestuur bij de onderhandelingen maakt die voor Hooghart niet rechtsgeldig. Volgens hem had de overheid met zijn bestuur een loonsverhoging van 25% afgesproken. Hij maakt zich er boos over dat de overheid nu 17% zal uitkeren. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoge beroep in het strafproces tegen Desi Boutersen begint, zegt advocaat Hugo Esset. Het Hof van Justitie had aangekondigd in het eerste kwartaal van dit jaar met de zaak te zullen beginnen. Esset vermoedt dat de zaak is vertraagd vanwege overmacht en drukte bij de rechterlijke macht. Boutersen zou volgens Ruben Roosendaal, een van de getuigen, persoonlijk twee slachtoffers van de decembermoorden hebben doodgeschoten. Boutersen zou volgens Roosendaal ook verantwoordelijk zijn voor de dood van Roy Horp, Roy Tolut en Wilfred Holker. Verder zou hij nog steeds volgens Roosendaal zich schuldig hebben gemaakt aan de handel in drugs en wapens. De voormalige legerleider en ex-president kreeg in november 2019 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de moorden. Daar ging hij tegen in verzet, maar het oorspronkelijke vonnis werd bekrachtigd. Vervolgens tekende Boutersen hoger beroep aan. De tarieven voor opname in ziekenhuizen gaan in Suriname met 34% omhoog. De Nationale Ziekenhuisraad ging akkoord met een voorstel van de regering voor deze verhoging. Het lichtdagtarief is hiermee binnen 10 maanden met 155% omhoog gegaan, zegt minister Amar Ramadine van Volksgezondheid. Hij gaat ervan uit dat de ziekenhuizen met deze verhoging in staat moeten zijn hun kosten te betalen en geld over te houden. De ziekenhuisraad had gedreigd patiënten te zullen laten bijbetalen als de tarieven niet zouden worden aangepast. Tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u op de hoogte blijven? Download de app regionieuws.tv en heeft u nieuws te melden? Dat kan. Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht en blijf gezond.